Dankjewel voor de introductie. Ik wil iets gaan vertellen over de hoogrisicopoli die we gaan opzetten in het LUMC. En eigenlijk moet ik daarbij zeggen dat ik deze voordracht ook op opdraag aan Dick Plomp. Want Dick was degene die dit eigenlijk meest heeft geenthousiasmeerd bij mij om dit ook te gaan starten. Hij was enorme voorstander om te gaan starten met MRI-scans. En hopelijk gaat het er ook van komen. Maar ik ga jullie proberen mee te nemen in dit verhaal. Daar zitten wat haken en ogen aan. Daar zitten ook heel veel organisatorische dingen aan en heel veel vragen. Met name heel veel vragen. Ik ga even kijken of ik hiermee... Juist. Nou, deze dia hebben jullie al gezien. Nogmaals, dit doen we niet in ons eentje. En vooral die poli die we nu gaan opzetten, hebben we heel veel andere disciplines nodig om dat te kunnen gaan doen. Hoe ziet een screening eruit? Zodra je gediagnoseerd bent met een oogmelanoom, dan gaan wij natuurlijk ook screenen. Zoals je hier dat kan zien, maken we een thoraxfoto, we nemen bloed af en we maken een echo van de bovenbuik. En dan vervolgens word je behandeld en daarna komt er weer de discussie van hoe gaan we jullie opvolgen. En dan spreken we af, halfjaarlijks, maken van een echo van de bovenbuik en dat doen we bij alle patiënten. En daar wordt geen onderscheid gemaakt. Dan heb ik het alleen maar over de patiënten met een intraoculair oogmelanoom. En wat ook al net werd gezegd over de cognitieve melanomen, die hebben een ander follow-up traject. Nou, mensen worden gescreend. Over het algemeen proberen we dat te vragen aan de huisarts om dat te doen. En dat leidt wel eens tot problemen. Die huisartsen vinden dat soms lastig. Als wij ze hun vertellen, ja, wij zien patiënten uit heel Nederland. En als iemand uit Groningen komt, moet hij speciaal voor een echo van de bovenbuik helemaal naar Leiden komen. Dat is nogal wat. En dan begrijpen ze het wel en dan meestal zetten ze het dan in gang. Nou, zodra er een afwijking plaatsvindt, dan krijgen wij, zoals dokter Vuur ook al aangaf, krijgen wij een belletje of een mailtje of een berichtje via ons mailadres, oogoncologie@lumc.nl. En dan pakken wij het eigenlijk direct op en dan gaan we aanvullend onderzoek doen. Dan wordt er meestal een MRI gemaakt om te differentiëren tussen een uitzaaiing van een oogmelanoom of van iets anders. Daar kom ik zo meteen op terug. En we maken dan ook heel vaak direct een CT-scan. Die heb je nodig om uit te sluiten dat er geen andere localisaties zijn dan in de lever alleen. De vraag is natuurlijk, is dit wel het juiste protocol? En dat is eigenlijk de vraag. En ik ben hier niet eigenlijk om jullie uit te leggen, maar juist vragen beantwoord te krijgen door jullie. Dus ik wil heel graag jullie input over wat we nou het beste kunnen gaan doen. Nou, het zijn makkelijke vragen. Wat willen we doen? Wat willen de oogmelanoompatiënten? Dat is de eerste vraag natuurlijk. En de tweede vraag is, willen alle patiënten een MRI? Nou, die vraag hoor ik heel vaak. En die is weder terugkerend. Patiënten die roepen van, maar mag ik dan geen MRI-scan hebben? Nou, een MRI-scan is best lastig op dit moment. Alle ziekenhuizen zitten prop en propvol. De wachttijden voor MRI-scans zijn super, super lang. Dus wij moeten heel selectief zijn om MRI-scans te maken. Dus daar zit direct een praktisch probleem. En dat is niet alleen maar in het LUMC, maar dat is landelijk een groot probleem. En dat heeft alles te maken natuurlijk met financiën. Dus daar zitten we aan verbonden. De volgende vraag is, hoe vaak moeten we screenen? Nou, dat is vanochtend ook al aan bod gekomen. Dokter Kapitein heeft daar ook iets over gezegd. Elke 3 maanden lijkt misschien wel een beetje te snel. Dat is ook niet in verhouding met de screeningen die worden gedaan bij andere vormen van kanker. Dus daar horen wij ons ook toe te verhouden. Maar hoe vaak dan wel? Ik weet het niet zo goed. Is er een behoefte aan gepersonaliseerde screening? Dus dat betekent van, is er een patiënt met meer risico en een ander met minder risico? Gaan we dan degene met hoog risico frequenter screenen of met de andere methodiek screenen? Gaan we degene met een heel laag risico minder screenen? Dat is een vraag aan jullie. Waar moet die screening dan plaatsvinden?
er werd ook al gezegd, ja, alle screeningen, de huisartsen zeggen, ja, jullie zijn de behandelende oogartsen, jullie moeten die screeningen doen. Daar zou het LUMC de verantwoordelijkheid in moeten nemen. Maar kan dat? Is dat handig? Als je in Limburg woont, of in het oosten van het land, of in het noorden van het land, is dat dan niet misschien ook een plek waar je dat zou kunnen doen? Zouden we dat met in overleg met hen kunnen doen? Dat is natuurlijk ook een vraag. Of zeggen de meeste oogmelanoompatiënten, nou, ik vind geen probleem om naar Leiden te komen. Dan ga ik wel 1 keer per half jaar naar Leiden rijden en laat ik me daar screenen. Dat zijn vragen. Wat vinden jullie ervan dat we deze polykliniek in een multidisciplinaire vorm doen? Dus dat ik die poly ga doen, of een van mijn andere collega's die poly gaat doen, samen met een medisch oncoloog. Dus die, ik heb ook een oncoloog, zal ik jullie zo meteen voorstellen, die ook geïnteresseerd is om die poly te gaan doen. Dus dan hebben we eigenlijk direct tijdens 1 spreekuur 2 specialisten die naar deze patiënten gaat kijken. Maar moeten we dat dan voor iedereen doen of alleen voor een speciale groep? En dan is nog een andere vraag. Daar zijn we ook al net op teruggekomen. Ja, wil iedereen dat eigenlijk wel? He, zoals we net ook de vraag kregen van, ja, achteraf gezien had ik liever een enucleatie gehad. Dus die beslissing om te kiezen voor iets is ook een beslissing die we vanuit toch medische besliskunde zouden moeten nemen. Daarvoor heb je informatie nodig. Daarvoor heb je een gesprek nodig om na te denken van, ja, wil ik dat eigenlijk wel? Wil ik dat überhaupt weten? Of wil ik het maar gewoon lekker op me af zien komen en dan is dat ook voldoende voor mij? Ik weet het niet. En dat zal heel persoonlijk zijn. Dus dat gesprek is nodig daarvoor. Ja, we hebben zelf natuurlijk ook heel veel vragen. Dan ga ik ga me even omgedraaid staan, want dan kan ik een beetje meekijken op het beeldscherm. Wat weten we nou precies van de gevoeligheid van echo en van MRI? Daar zijn wel onderzoeken naar gedaan. Er is ook afgelopen week in het LUMC iemand ook gepromoveerd. Die heeft een heel theoretisch model opgezet wat de beste methodiek zou zijn. Daaruit komt dat het kosteneffectief is om MRI-scans te doen. Maar is het ook effectief? Levert het uiteindelijk, zeg maar, zoals het hier staat, als je gaat screenen, dan zou je mogelijk de uitzaaiingen vroeger kunnen gaan ontdekken. En als je vroeger je leveruitzaaiing kan maken, levert dat dan ook, gaan we dan vroegtijdig behandelen. En als je dan vroegtijdig gaat behandelen, is het dan ook zo dat dan de levenskansen verbeteren. Nou, we hebben vanochtend dokter Kapitein gehoord. Nou, er zijn best wel nieuwe behandelingen op komst die er wel zouden erop lijken dat we de prognose kunnen gaan verbeteren. Dus terugrekenend ga je eigenlijk wel nadenken van ja, als we dat dan eerder zouden doen, dan kun je eerder behandelen en dan heb je dus meer kans dat je niet komt overlijden aan die uitzaaiingen. Dus dat lijkt wel in die kant op te gaan. Nou, dan heb ik natuurlijk zelf ook die vragen gesteld. Ja, moet iedereen een protocol krijgen? Is er een risicoprofiel samen te stellen? Welke patiënten hebben dan een hoog risico? Wat voor consequenties heeft dat voor die andere groep? En ook natuurlijk is het wel interessant om te kijken, zijn er nieuwe technieken mogelijk om de gevoeligheid voor die testen, zoals echo en MRI, te verbeteren? Want misschien ligt daar wel een hele grote optie om daar een verbetering in te krijgen, waardoor de gevoeligheid verhoogd wordt. Of moet je wel een combinatie doen van MRI-scan en echografie? Nou, laat ik eerst maar eens vragen van een reactie hier. Zijn er mensen die hier vragen of gedachten of meningen over hebben? Want anders gaan we deze discussie aan het einde voeren. En het is belangrijker dat we deze discussie voeren met jullie. Ja. Ted. Ja, ik heb het onthouden. Ja, het grappige is, 18 jaar geleden werd ik, het eerste gesprek, toen was er nog dokter Luiten, ja. Geattendeerd op het feit dat er een melanoomstichting was. Oogmelanoom specifiek. En die zei, Ede was van gehoord, moet je daar niet heen? Dat was op vrijdag en op zaterdag was dat dan in Ede. Was de eerste meeting. En daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik wist niet eens dat dat bestond. Ging een hele nieuwe wereld voor me open. Nou, dat is 18 jaar geleden. Ik ben er nog
Mijn vraag is als volgt. Ik heb een aantal keren horen zeggen, afgelopen jaren, als je regelmatig een MRI-scan krijgt, dat is ook niet goed voor je lijf. Je hebt ook kans dat je daardoor juist meer kanker krijgt als minder. Is daar een risicoprofiel in? Hoe vaak kan ik per jaar een MRI-scan krijgen zonder nadelige gevolgen? Nou, een MRI-scan, in principe zit daar geen gezondheidsschade aan. Ik kijk nog even naar Jan Willem en die roept nee. Okay. Maar CT-scan bijvoorbeeld wel. Okay. PET-CT-scan ook. Ja. Dus dat zijn dingen die je misschien niet zo graag, niet zo frequent wil. Okay. Nou, met dit antwoord is voor mij al, dan wil ik vaker, zou ik vaker wel een MRI-scan willen hebben. Ja. Want ik weet dat er geen gezondheidsrisico aan vastzit. Dank je wel. Oké, zo meteen kom ik daarop terug. Hier was nog een vraag volgens mij, toch? Steek even hand op. Was er nog een andere vraag? Ja. Als ik me goed herinner, dan zei u... er is niet voldoende plaats voor MRI-scans eigenlijk. Ja. Wat willen de patiënten en wat willen de patiënten? Ja. Maar mijn vraag is eigenlijk meer naar de basis. Is er bewijs dat MRI meer resultaat vroeger oplevert? Dus is dat eigenlijk wel het beste in de ideale situatie? Als je niet kijkt naar het geld, naar de mogelijkheden of de onmogelijkheden? Nou ja, dat is precies de vraag die we ons ook stellen. Levert, zeg maar, als je nu een MRI-scan bij iedereen zou gaan doen, levert dat zeg maar uiteindelijk een gezondheidsvoordeel op? Dat is eigenlijk de essentiële vraag. Ja, ik kan daar geen antwoord op geven op dit moment. Dus dat is een van de redenen waarom we deze poli gaan opzetten. Maar de kans dat het gezondheidsvoordeel oplevert is wel groter nu Ellen Kapitein zeg maar ook meer mogelijkheden heeft. Ik kom aan het einde van de presentatie ook nog terug op andere ontwikkelingen die bezig zijn. Maar dat zou je wel kunnen denken. Maar de enige manier is om dat te weten is dat gewoon te onderzoeken. Dus dat zijn de vragen die we ons ook stellen. Ja, nog één vraag en dan ga ik door. Nou ja, wat mij opvalt, u heeft zelf nog heel veel vragen. En dan vind ik het heel lastig om hier antwoord op te geven. Ik kan me voorstellen dat er eerst een studie gedaan moet worden, inderdaad, om een aantal dingen vast te stellen, voordat je hier echt een conclusie uit kan trekken en mee verder kan. Nou, ja. Ja en nee. Het is inderdaad, klopt. Ik ben ook gekomen hier om vragen te stellen. En ook jullie mee te nemen in het verhaal dat we nog zoveel onbeantwoorde vragen hebben. Anderzijds is het wel bijvoorbeeld belangrijk om te weten of iedereen bereid is om bij wijze van spreken naar Leiden te gaan om daar een screeningsonderzoek te laten doen. Of zeg je van nou, regel dat liever in Groningen of in Maastricht of in Nijmegen. Dan hoef ik niet zo ver te gaan. Dat systeem bij de huisarts werkt prima, dus waarom zou ik dat gaan doen? Dus dat zijn wel vragen die wel van belang zijn. En wil je het echt weten ook? Hè? Wil je mensen, ik ben me heel erg bewust, ik ben zelf wel erg van, ik wil het graag weten, maar willen jullie het ook weten? Nee, dat is de andere vraag. Deze mevrouw heeft nog een urgente vraag. Nou, ik ben in 2013 dus geopereerd en ik ben een oog verloren. Maar toen kreeg ik gelijk te horen van waar kan ik de echo laten doen. En toen kreeg ik gelijk te horen dat kan dus in Den Helder en niet in Leiden. Dan denk ik van nu moet je dan zeg maar naar Leiden als het kan. Maar toen in 2013 was het gewoon van ga maar lekker naar Den Helder. Ja, nee, dat klopt. Dat heeft ook met beleid en richtlijnen te maken om dat op die manier te organiseren. Maar ik ben het met u eens, maar dit zijn wel de belangrijke vragen. Want u zou het liefste gewoon in Leiden zijn gebleven. Ja, in principe wel, ja. Ja. Oké. Okay. Ik ga even proberen even nog verder te praten over wat het dan zeg maar betekent. Dit is dan de polykliniek die we willen gaan starten. En dat doen we samen met Co Bos. Dat is een ook een medische oncoloog, maar die werkt bij de CHDR. Is een heel ervaren medisch oncoloog, maar vooral op het researchgebied. Heeft in Duitsland gewerkt en heeft daar ook meegewerkt aan bepaalde dendritische celtherapieën. Juist in vroegtijdig stadium als adjuvant therapie voor patiënten met een oogmelanoom.
Dus dat gaan we samen met hem doen. Mark Burgmans, die is vanochtend ook al aan bod gekomen. Mark is een interventieradioloog die ook heel veel onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit en sensitiviteit, specificiteit van echo en MRI. Dus dat is ook de begeleider geweest van die PhD-student die vorige week is gepromoveerd. Multidisciplinair overleg betekent dat je met heel veel mensen samen moet werken om uiteindelijk zeg maar het beste resultaat te krijgen. En zeker geldt dat natuurlijk ook voor onze medische oncoloog die straks ook nieuwe behandelingen kan gaan geven aan de patiënten die in wezen al heel goed zijn onderzocht in zo'n polykliniek. Dus het biedt ook mogelijkheden om eerder zeg maar in studies terecht te komen en eerdere behandelingsmogelijkheden krijgen. Dus dat is de gedachte om het te gaan doen. Nou, wat is het doel dan? Nou ja, in ieder geval, we willen hoogrisicopatiënten gaan controleren. We willen gepersonaliseerde screening. En we willen ook een verbetering van die screeningsmethodes en eventueel ook in combinatie met biomarkers. Daar is vanochtend ook al heel kort iets over gezegd over RoGNL. Je kan met liquid biopsies is een gedachte om in glasvocht, maar ook in bloed, die bloedtesten, daar zal straks nog iemand uit Rotterdam over spreken, is maar heel erg, naar mijn idee, heel erg de vraag, maar ik ben benieuwd of daar nieuwe ontwikkelingen zijn. Maar de sensitiviteit daarvan is uitermate laag. Vroegtijdige detectie, is dat mogelijk van die gemetastaseerde ziekte? En dan vervolgens kunnen we vroegtijdig behandelen. En als laatste natuurlijk, dat is toch wel een belangrijke stap die we ze willen gaan maken, is mensen met een hoog risico al eerder gaan behandelen, voordat er uitzaaiingen zijn. Dan wat betreft de sensitiviteit en specificiteit van die testen. Want dat is eigenlijk een heel belangrijke vraag. Als je gaat kijken naar sensitiviteit, betekent alleen maar, kan je met een test of kan je met een beeldvorming, kan je dan die afwijkingen snel ontdekken? En als je het dan ontdekt, is het dan ook een uitzaaiing. Dus dat is de specificiteit. Specificiteit betekent, kan je weten dat het inderdaad een uitzaaiing is. Dat zijn twee verschillende items die heel belangrijk van elkaar verschillen. Dus de sensitiviteit van echo is heel hoog. Dus die is heel gevoelig om afwijkingen vast te stellen. Alleen zoals jullie ook allemaal weten, of dan een gedeelte weet, als we dan een afwijking vinden, dan is de kans dat het een oogmelanoom uitzaaiing is heel laag. Maar 14% bij de eerste screening. En dat komt omdat het heel vaak een afwijking is die past bij een hemangioom of bij een kieste of bij iets anders. Gaan we vervolgens de patiënt controleren na 6 maanden en je hebt eigenlijk dit al vastgesteld, dan is die sensitiviteit een keer veel hoger. Dan zit hier rond de 88%. Dus dan is die echografie heus niet zo heel slecht om als gebruik te maken om te controleren. Als je dan gaat kijken wat zijn dan de voordelen van MRI boven de echo, en dat is je detectiegraad. Lesies van 5 mm en groter is de minimale grootte die je kan waarnemen met een echo. Als je gaat kijken naar MRI, is vanaf 1 mm kan je eigenlijk al vaststellen. Dus met een MRI kan je wel heel gevoelig en heel specifiek, kan je veel kleinere lesies vaststellen. En dan is de vraag, is dat nodig? Dat verschil tussen 1 mm en 5 mm, maakt dat het verschil uiteindelijk in het gezondheidsvoordeel, wat iedereen gaat bereiken daarmee. Dus dat is een beetje de vraag waar het op neerkomt. Dan heb je ook nog CT, maar daar zit te veel stralingsschade aan, dus dat zullen we zeker niet adviseren. Dan hebben we ook nog een PET-CT, dat was natuurlijk ook magisch. Dat iedereen, ik wil een PET-CT, maar dat is lang niet zo gevoelig als de MRI. Dus dat doen we liever niet. Dus wat betekent het nou in de conclusie? Dus de echo en MRI zijn eigenlijk vergelijkbaar in sensitiviteit. Alleen de specificiteit bij de eerste keer is bij een echo veel lager. En echo kan je alleen maar lesies waarnemen groter dan 5 mm en de MRI groter dan 1 mm. Jan-Willem Beenakker die gaat zo meteen praten, dus die kan bevestigen of ontkennen dat dit waar is. Maar, want dat is de specialist op dit gebied. Dat betekent dus dat de baseline, zou je baseline MRI maken, dan heb je een hele hoge sensitiviteit en specificiteit.
Maar follow-up zijn die twee eigenlijk vergelijkbaar. Alleen behalve het verschil is dat je met de MRI kleinere lesies kan vaststellen. Goed, dan is de volgende vraag. Welke patiënten, en dat is eigenlijk onderdeel van deze hoogrisicopoli, is dat we willen gaan kijken naar wie zijn nou de patiënten met een verhoogd risico. En anderzijds hebben we ook nog andere vragen van wat is dan zeg maar het risico op visusverlies. En anderzijds is dat ook nog dat we ook nog patiënten hebben met dubbelzienklachten na behandeling. En dat willen we ook heel graag verder uitzoeken. Als je gaat kijken naar de hoogrisicofactoren, dat zijn er heel veel. Dus je kan kijken naar de klinische factoren, dus de leeftijd, geslacht, de dikte, de grootte, de plaats in het corpus ciliare of de diffuse localisaties, associatie met de nevus van aorta, extraoculaire uitbreiding en natuurlijk als patiënt al bij de eerste controle al uitgezaaide oogmelanomen heeft. Dan kunnen we ook nog naar de patologie kijken, zeker als we de enucleatie doen. Dan kan je naar het celtype kijken, naar mitotische activiteit, naar vascular loops, infiltrerende lymfocyten, macrofagen en de, heel goed gespeld voor mij, de HLA, klasse 1 en 2. En dan kan je nog naar de genetische factoren kijken. En belangrijk, dat heeft Rogier Nel, denk ik, heel netjes en goed uitgelegd, al hoe dat in elkaar steekt, met alle mutaties die kunnen optreden. En daar willen we graag aan toevoegen. Dit is een plaatje eigenlijk van het oog, daar gaat Jan Willem over spreken. Maar je kan ook nadenken over MRI van de lever. En dat je daar betere technieken voor ontwikkelt om die sensitiviteit te verhogen. En dat geldt ook voor echo. Er zijn predictiemodellen al bekend. De belangrijkste predictiemodel is eigenlijk de American Joint Committee on Cancer Staging. Die kijkt vooral naar de tumorgrootte, tumordikte, uitbreiding in het corpus ciliare en uitbreiding buiten het oog. En dan hebben we de LUMPO, dat is een Liverpool predictiemodel. En die neemt ook de genetische parameters mee. En wat wij heel graag willen is dat we ook die MRI erbij gaan halen. Wat is nou die TNM-classificatie, ofwel die AJCC-classificatie? En dat is eigenlijk voor iedereen, kan voor zichzelf gaan kijken van ja, waar zit ik dan precies? En dan in dat model, ga ik heel even kijken of mijn ding werkt, kan je kijken naar de tumordikte. En de onderste lijn is de tumordiameter. En dan kom je automatisch uit in een TNM-classificatie van 3 of 4. En dat 3 of 4 zijn zeg maar de hogere classificaties. En dan kan je nog naar A, B, C en D kijken. Dan kijk je of er uitbreiding is buiten het oog. Of dat het corpus ciliare betrokken is in de tumor zelf. Dat leidt er weer toe. Die combinatie van folklore leidt er zeg maar tot de stagiering van de AJCC. En als je gaat kijken van hoe vaak komt dat nou voor, die klasse 1, 2, 3 of 4. 1 is natuurlijk een klasse met heel weinig kans, maar daar kom ik zo op terug. Dus ongeveer 36% van de mensen hebben dat. Klasse 2 is ongeveer bijna 50%. 3 en 4 ligt veel lager. Maar dat zijn de 3 en 4 zijn natuurlijk de meest risicovolle klassen. Als je gaat kijken naar de patiënten die zeg maar voor je diagnose komen, dus als je de eerste keer bij ons komt, wat is dan de kans dat we dan al uitzaaiingen vinden? Nou, wij zeggen altijd tegen de meeste patiënten, nou, die kans is heel klein. Nou, is een groep in Finland van de professor Kivela heeft dat heel goed uitgezocht. En die heeft een aantal studies ook naast elkaar gezet. En als je dan gaat kijken naar de risico's als je zeg maar in die T1-classificatie zit. Hè, dus dat is een tumor die kleiner is dan 3 mm dik en kleiner dan 9 mm in doorsnede. Dan is die kans eigenlijk vrijwel nul. De verschillende studies laten wat lage percentages zien. Maar ook in die T2 is dat ook eigenlijk vrij laag. Pas als je in de T3 komt, dan is die percentages liggen hoger. Meestal zeggen we 2% gemiddeld genomen. Maar zit je in een categorie van de T4, en dat is een tumor die dikker is dan 9 mm of groter is dan 16 mm, dus dat zijn de grotere tumoren, dan is dat risico in één keer, nou ja, wat je hier ziet, 20, 15, nou, rond de 15% gemiddeld genomen.
Ook zij hebben gekeken naar de aantallen. En dan zie je ook dat die T2-tumoren ongeveer zo'n 35% van de tumoren zijn. Dus dat is gemiddeld genomen. Nou, wat levert dan die stagiering op wat betreft de risico op uitzaaiingen en dus ook risico om daaraan te overlijden? En dan kan je kijken naar die klassen en dan zie je dat die T1 eigenlijk een vrij laag risico is. De T2 is gemiddeld genomen, maar T3 ligt eigenlijk al rond de 73%. Dat zijn studies die er door professor Jager zijn gedaan in Leiden. En Carol Shields in Amerika heeft dezelfde studie gedaan. En dan kom je eigenlijk bijna tot dezelfde percentages terecht. Deze studies, dan moet je altijd goed realiseren dat die studies gedaan zijn bij patiënten waarbij het oog is verwijderd. En dat is dus niet helemaal overeenkomend met patiënten die bestraald zijn. Dus daarvan weten we het nog niet exact hoe die verdeling eigenlijk is. Maar dat is dus nog een gat in kennis wat we hebben. Ga je genetische factoren toevoegen, zoals dat ook in de Liverpool-analyse plaatsvindt, dan wat dan de allerbelangrijkste factor is die iets voor de prognose doet, is de chromosoom 3-status. Daar heeft Rogier al over verteld. En dan vervolgens komt gelijk de tumordiameter om de hoek. En de andere factoren zijn allemaal veel lager. Dus wat gebeurt er als je nou die twee zou combineren? Als je nou die grootte gaat combineren met de genetische factoren, wat levert je dat op als kennis en als wetenschap voor de patiënten? Nou, dit heeft Rogier verteld, dus daar ga ik makkelijk overheen. Dit is de studie waar gekeken is. Oh, dat is interessant. Oh, hij doet het weer. Dat is de TCGA-studie waar ook professor Jager aan heeft meegewerkt. Het is een Amerikaanse studie waar 80 patiënten aan hebben deelgenomen. Daar hebben ze echt alles onderzocht. En de belangrijkste factor die er ook hier uitkomt is die BAP1-classificatie. Die doen het slechtste en dan komt die monosomie 3 en dan komt de FS3B1 en de IFAX. Dus die BAP1 is ook een hele belangrijke. Dit is het onderzoek wat in Rotterdam gedaan is door Emine Kidic. En daar vinden ze eigenlijk exact hetzelfde, ook weer een slechte prognose voor BAP. De SFB3 komt hier wel toch wel heel laag uit, moet ik eerlijk zeggen. En de IFAX doet het een stuk beter. Dat onderzoek wat professor Jager gedaan heeft in Leiden, die heeft ook gekeken naar die AJC-classificatie in verbinding met die genetische predispositie. En als je dan gaat kijken naar de patiënten die monosomie 3 hebben en 8 Q-verlies, zie je dat ongeveer zo'n 73% risico heeft op de uitzaaiingen. Als je alleen maar monosomie of alleen maar chromosoom 3 8 Q-winst hebt, dan is het een matige overleving. Heb je die andere, heb je niet die mutatie, is de kans op uitzaaiingen heel laag. Dit is een andere studie, Europese studie, waarin ze eigenlijk in wezen hetzelfde aantonen. Alleen is de grafiek precies gespiegeld. Als je dan gaat kijken naar de verschillende klassen, dus als je naar stadium 1 kijkt, stadium 2 en stadium 3, dan is het zo dat in stadium 1, dan heb je eigenlijk een heel laag risico, behalve weer als je die monosomie 3 hebt. Oh, wacht even. Met monosomie 3 en winst van 8 Q. Dat neemt toe in stadium 2 en neemt nog meer toe in stadium 3. Dat is op andere gebieden ook. Dat is een andere studie waarin gecombineerd weer gekijkt naar monosomie 8 Q. Dus dat is de klasse 2 volgens de genetische profilering. Die doen het allerslechtste. Dus op die manier kunnen we best wel al redelijk een inschatting maken of je in een bepaald risicoprofiel valt, ja of nee. Nou, wat zijn dan onze plannen? We willen inderdaad die podi opzetten om de patiënten te gaan screenen. Dat is een onderzoek wat Mark Burgmans gaat doen. Daar gaan we enerzijds kijken naar die sensitiviteit en specificiteit en we gaan kijken wat dan de uitkomsten zijn op lange termijn. Dat is wat hopelijk. Ellen heeft Mark al geappt vanochtend dat hij volgend jaar hier dat verhaal moet komen doen.
over hoe hij dat precies wil gaan doen. Dus dat is voor volgend jaar. Dus dat is een prospectief vergelijkende studie tussen MRI en echo. Dan willen we natuurlijk ook gaan kijken hoe kunnen we dat verbeteren. Daar heeft Jan Willem, die zo meteen gaat praten, al met Mark afspraken over gemaakt om daar naar te gaan kijken. En dan vervolgens zitten we op Ellen natuurlijk te wachten. Zijn er dan nieuwe behandelingen? En zijn er dan nieuwe neo-adjuvante behandelingen mogelijk, waarbij we dan patiënten met het hoog risico eerder kunnen gaan behandelen? Zit ik al aan de tijd of niet? Oh, jeetje. Was ik al bang voor. Goed. Dan ben ik al bijna aan het einde, hoor. Ik wil nog één ding voorstellen, is dat we naast Ellen Kapitein hebben we ook een andere hoogleraar in Leiden van de CCB, Jacques Neefjes. En die is ook heel erg hard bezig om te kijken op naar nieuwe middelen die eventueel van toepassing zijn voor de uitgezaaide oogmiddelen op patiënten. En dan heb ik het over de patiënten die niet meer met de behandelingen, normale behandelingen die Ellen geeft, maar die dan daarna eventueel nog mogelijk zijn om te gaan behandelen. En daar is, dat is natuurlijk ook weer een praatje, dat wordt ondersteund door de Bonsje Stichting en door het LMC Research Foundation. En, daar wil ik jullie aandacht op geven. Ik moest dit doen van onze... sorry? De LUMC Donation Investment Fund, maar ook de Bonsje Stichting. Mochten jullie geïnteresseerd zijn, er zijn zeg maar twee mogelijkheden. Eén is echt een investeringsfonds voor grote projecten. En anderzijds zijn we natuurlijk altijd blij met elke donatie die er is. Om deze hoogrisicopolie ook te kunnen gaan draaien. Dit kunnen jullie straks allemaal nog een keertje nalezen, want alles wordt zeg maar opgenomen. Dus dan kun je het nog een keertje nalezen. En mochten jullie vragen, dat is Juliette Kops, is dat degene die dat regelt. En mochten jullie vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Mailadres staat hieronder. Zijn er heel specifieke vragen hierover, ook meningen of gedachten, dan hoor ik die ook echt heel graag. Want ik vind het heel fijn om deze dingen ook mee te kunnen nemen. Want we gaan ook nog fondsen aanvragen bij het KWF. Om dit soort projecten te ondersteunen. En jullie mening is daar echt heel belangrijk in. Dus dank je wel voor jullie aandacht.